Natuurgebieden over de hele wereld zijn voorzien van cameravallen. Zodoende kunnen rangers bijvoorbeeld achterhalen dat er stropers in hun gebied zijn geweest. Maar ze moeten dan wel eerst naar de cameraval toe voordat ze de foto's überhaupt kunnen bekijken. En hierdoor lopen ze de stropers helaas vaak mis. Zou het niet veel beter zijn als de rangers van zo'n natuurgebied een directe melding zouden krijgen op het moment dat stropers hun reservaat binnendringen? Want dan kunnen ze de slacht van bijvoorbeeld olifanten of neushoorns voorkomen. Thijs en Tim van Hack the Poacher hebben zo'n cameraval ontwikkeld. Het is een nieuwe technologie die binnen enkele jaren wilde dieren wereldwijd betere bescherming tegen stroperij kan gaan bieden. Maar dat moet er wel nu doorontwikkeld worden. In samenwerking met het Wereld Natuurfonds gaan de mensen van Hack the Poacher een reservaat in Myanmar van deze slimme cameravallen voorzien. Het systeem kost 1000 euro per camera en er zijn er 10 nodig om mee te beginnen.